Robin Lathouwers was de afgelopen 2,5 jaar veel in de fitnessruimte te vinden. Een knieblessure hield hem maar liefst 2 seizoenen aan de kant. Maar inmiddels is hij op zijn weg terug. Ik had een kraakbeenblessure. Ik liep er al een hele tijd mee in de jeugd. En wist eigenlijk nooit wat het was. En op een gegeven moment werd mijn knie werd dik na een wedstrijd. En toen hebben we MRI gemaakt. En toen bleek het eruit dat ik kraakbeenschade had. Uiteindelijk moest hij onder het mes en volgde er een lange revalidatie. Het was dan ook een mentaal zware periode voor de 19-jarige rechtsback. Ik heb vooral een periode gehad van waarom ik. Je hebt het niet zelf in de hand. Het is gewoon echt heel vervelend. En ik heb wel periodes gedacht van gaat het wel ooit nog goed komen. Maar gelukkig hebben die jongens om je heen en de fysio die erbij helpt. Het gaan hele kleine stapjes gaat het vooruit, maar op een gegeven moment merk je wel van oké, gaan we dichterbij komen, dan wordt het weer leuker. En je blijft wel echt naar iets uitkijken, zeg maar. Lathouwers raakte als jeugdspeler geblesseerd en kwam daardoor nog niet in actie voor Jong AZ. Vorige week zat hij tegen Cambuur uit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Dat was echt geweldig. Je voelt je gewoon weer helemaal deel van de groep. En dat heb je als revalidant heb je dat echt totaal niet, want je draait natuurlijk gewoon een heel ander programma. En het is gewoon echt weer geweldig om er weer bij te zitten. En dus hoeft hij niet meer dag in dag uit in de gym te zitten. Wat hem overigens wel 2 kopposities heeft opgeleverd in de krachtklassementen. Ja, op een gegeven moment kan je niks anders, hè? Dus dan moet je sterker worden. En wat zijn het precies voor oefeningen? De squat en de deadlift. Dat zijn jouw specialiteiten? Ja. Ja, zeker. En hoe gaat dat dan in de gym? Wil iedereen elkaar van die eerste plek afstoten? Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel gewoon dat het leuk is als je gewoon een van de sterkere bent. En iedereen maakt altijd dolletjes en grapjes. Half oefeningetjes, half uitvoering. Maar ja, einde van de dag ligt het lijstje niet. Dus in de gym ben je de baas? Een beetje.